godsdienstvrijheid in Nederland. De meeste Nederlanders die denken dat het al honderden jaren voor elkaar is in ons land van de vrijheden. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Het is, ja, sinds eind 16e eeuw hebben we via artikel 13 van de Unie van Utrecht weliswaar gewetensvrijheid. Dus met andere woorden, je mag intern wel geloven wat je wil. Maar dat is wel iets heel anders dan dat je je geloof in vrijheid mag beleiden. Daarin zijn wel grote stappen gezet met de grondwet van 1848. Maar daarmee waren we er nog steeds niet helemaal. En we zijn er eigenlijk nog steeds niet helemaal. Wat veel Nederlanders niet weten is dat we in Nederland tot 1983 een wet hebben gehad die het protestante gemeentes mogelijk maakte om katholieke processies te verbieden. En tot op de dag van vandaag hebben we in Nederland ook nog altijd de zondagswet. Ja, het voorstel is nu wel om af te schaffen, maar hij is er nog steeds. En dat is nog niet alles, want kijk naar de huidige kabinetsformatie waarin de ChristenUnie een enorme invloed lijkt te hebben op medisch-ethische kwesties. En daarmee dus hun geloof als het ware lijken op te leggen voor de rest van het land. Neem bijvoorbeeld euthanasie of embryo-onderzoek. Embryo-onderzoek, daarmee is veel mogelijk, kunnen veel ziektes voorkomen worden. De ChristenUnie wil het niet. En omdat de ChristenUnie het niet wil, bestaat er een kans dat straks niemand in Nederland die mogelijkheid krijgt. En daarmee heb je het niet over godsdienstvrijheid, maar over godsdienstdwang. Kijk, op het moment dat de ChristenUnie zou willen dat iedere Nederlander de vrijheid krijgt om te kiezen of hij wel of niet van dit soort mogelijkheden gebruik wil maken, ja, dan heb je het over godsdienstvrijheid. Maar dit heeft niks meer met godsdienstvrijheid te maken. Het is opvallend dat een hele kleine groep Nederlanders, want laten we eerlijk zijn, de protestants-christelijke kerkgangers waar het feitelijk om gaat, is tegenwoordig een minderheid in Nederland. Deze minderheid bepaalt nog altijd in welke mate wij godsdienstvrijheid hebben in Nederland. En dat op zich vind ik niet verbazingwekkend. Wat ik verbazingwekkend vind, is dat de meerderheid van dit land daar niet tegen opstaat en zegt, nu is het genoeg geweest, nu willen wij echte godsdienstvrijheid en daarmee dus ook gewoon echte vrijheden. Laten de vrijheden niet afhangen van minderheden, wij hebben gewoon behoefte aan echte vrijheid. En zolang de meerderheid van ons land daar niet tegen opstaat, blijf ik me daarover verbazen. Hi, dank voor het kijken naar mijn YouTube filmpje. Vond je het de moeite waard? Klik dan op vind ik leuk of geef commentaar of nog beter, deel het met je vrienden. Wil je mijn filmpjes blijven volgen? Klik dan daar op het grote hoofd om je te abonneren of kies een van deze twee filmpjes om verder te kijken.